Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag gaan we eindelijk een heel groot probleem oplossen. In de vorige video heb ik natuurlijk mijn prachtige autowinkel gemaakt en de video daarvoor mijn laboratorium. Alleen is er geen mogelijkheid om daar naartoe te gaan, gewoon letterlijk lopend. We hebben mijn kistenkamer hier, we hebben mijn grote station, we hebben Joris' koperwinkel en we hebben hier mijn winkelcentrum. Maar geen van deze vier ruimtes heeft een trap naar boven. Oh nee, hoe moeten we dit nou oplossen? Nou, heel simpel. In deze video wil ik waarschijnlijk een trap gaan maken naar boven toe. De enige manier hoe je daar nu kan komen is natuurlijk met een elytra. Dan kom je hier in mijn laboratorium uit. Zo, dan moet je via het laboratorium moet je hier over het bruggetje boven het winkelcentrum langs moet je lopen. En dan kom je in de autowinkels. De enige route naar boven. Heel raar. En dan hebben we hier ook nog eens gewoon een hele grote open lege ruimte. Maar het voordeel aan deze grote open lege ruimte is dat er veel ruimte is voor iets wat we kunnen bouwen. Kijk, als ik dit hier heel even weghak zo. We hebben hier natuurlijk dit stukje stoep zo. En dat loopt natuurlijk naar de bomen toe. Hier komen we eigenlijk nooit in mijn video's. Maar dit is ook een beetje gewoon voor de sier allemaal. Maar ik dacht, wat nou als ik hier nou een grote ingang maak. En dan een trap rechtstreeks naar boven. En dat die trap dan ongeveer hier, laten we zeggen, hier uitkomt. Dan kan je vanaf hier kan je een gang maken naar de autowinkel daar. Hartstikke leuk. Alleen om nou alleen een gang vanaf hier daarheen te maken, is ook weer een beetje zonde van de ruimte. Dus ik denk, wat nou als je hier uitkomt en we maken hier een leuke ruimte van iets. En dan vanaf deze ruimte is weer een gang daarheen. Dus dan moet je door een leuke ruimte lopen om vervolgens naar de autowinkel te gaan. En toen bedacht ik me ineens, we hebben natuurlijk de bom in deze server. We hebben natuurlijk een aantal mooie hoofden in deze server en een aantal andere prachtige exclusieve items. En die moeten allemaal natuurlijk eigenlijk wel een leuk plekje krijgen. Dus wat nou als we van deze ruimte hier een museum gaan maken, dat je dan vanaf die trap hier ongeveer uit gaat komen, door een klein museum moet lopen. Dus niet een mega museum, gewoon een klein museum, subtiel. Vanaf het museum heb je hier een nieuwe doorgang, die loopt dan daar naartoe. Dan maken we daar nog een klein halletje, omdat die deur, als het goed is, precies tegenover dat raam staat. Dus dat is ook heel leuk. Kunnen we een mooi halletje maken. En dan nog een doorgang maken naar het laboratorium. Ik heb een aantal leuke dingen die ik in het museum wil doen. Je hebt misschien in de thumbnail al een van de dingen gezien. En als het goed is, heeft Sharp voor mij in het laboratorium de bouwblokken geregeld. Laten we even die kant op gaan. Oeh, dat scheelde niks. Ik heb namelijk de blauwdrukken hier achtergelaten. En Sharp zei, je moet in de kist kijken bij de grijze muur. Dat zal die dan wel zijn. Even kijken. Ja, daar hebben wij hele prachtige shulkerboxies. Wat zit er allemaal in, jongens? Wat zit er allemaal in? Dat valt wel mee. Ah, kijk, daar zijn alle bouwblokken, jongens. Dit zijn alle blokken die ik nodig heb om aan de slag te gaan met mijn volgende project. Helemaal top. Laat allemaal maar weer even een heel lief berichtje in de reacties voor Char voor het verzamelen van deze spulletjes en het sponsoren van deze video weer. Goed, dan gaan wij dus hier een doorgang maken. Museum naar boven, gang naar boven, halletje, nieuwe doorgangen. Gaat helemaal goed komen. Je hoort de muziek al aankomen in 3, in 2, in 1. Het is tijd om te gaan bouwen met de prachtige timelapse. Timelapse. Ik ben heel blij met hoe dit is geëindigd. Ik ga jullie even een kleine snelle rondleiding geven. En daarna gaan we de eerste 3 items in het museum doen. Je hebt hier natuurlijk nu de trap zoals ik had beloofd. Dan kom je hier aan vanaf ongeveer het midden hier. Nou, dan kan je de trap lekker omhoog nemen. En dan kom je uit zoals beloofd in het kleine, maar toch wel een heel gezellig, leuk, mooi museum. Alvast hier het eerste item, hier het tweede item en hier het derde. Nou, trouwens, nee, ik wil die anders hebben. Ik wil 1... 2, 3. Op deze manier wil ik het doen. Dan ga ik zo meteen uitleggen waarom. En dan wil ik daar nummer 4 hebben. Maar dan kom je hier in het museum uit. Dan kan ik op elk pedaaltje hier of elk troonstukje kan ik een leuk item in het museum toevoegen. Dan heb je hier een hele simpele trap omhoog. Dan kom je bij een deur uit.
in een halletje. En zoals gezegd, deze deur die loopt precies recht daar met dit raam. Dus dan heb je ook leuk uitzicht hier op een beetje mijn basis. Hier hebben we nu een nieuwe deur naar een toekomstig project dat we hier kunnen doen. Die is gelinkt aan de deur daar, dus daar kunnen we ook weer naar buiten toe. Dan hier hebben we nu een doorgang naar het laboratorium, dat je niet helemaal via de autowinkel erheen hoeft, maar ook gewoon snel hier doorheen kan, anders moet je helemaal omlopen. Dat slaat natuurlijk ook nergens op, want dit is de doorgang naar het autowinkeltje hier. Waar ik overigens nog steeds 2 nieuwe auto's moet maken. Dat heb ik in de vorige aflevering heb ik die verkocht. Maar goed jongens, dit is toch eventjes top, hé! Dit is me toch eventjes top hoe dit nu gewoon in elkaar zit. Dat je nu gewoon hier zo heen en weer kan lopen. Stel je hebt geen Elytra. Stel je bent nou gewoon dood gegaan of weet ik wat. En je hebt even geen Elytra tot je beschikking. Kan je ook gewoon lopend heen en weer. Dat is me toch even geweldig. En dan kom je gelijk door het museum. Maar goed, ik heb al de eerste 3 items voor het museum. Laten we dit heel even mooi een beetje decoreren op deze manier. Zetten we hier seizoen 1. Seizoen 2, seizoen 3 en seizoen 4 natuurlijk. Goed, dan hebben we hier 4 seizoenen staan. Dan vraag je af, waar heb je het over? Nou, ik heb voor seizoen 1 heb ik de paddenstoel waar we allemaal op gespand zijn. Het allereerste moment in Content Veen ooit, Content Veen seizoen 1. Oké, we gaan het heel goed testen. Waar ga je heen? Sander! Hallo, horen jullie mij nog wel? Ja. Hey, het enige wat wij er even voor hoeven te doen is slash trigger if invisible. Dan wordt de item frame onzichtbaar. Dan ziet het er wat leuker uit. Hebben we hier de seizoen 1 paddenstoel waar we allemaal op gespand zijn. Waar heel Content Veen op is begonnen. Kunnen we hier neerzetten. Paddenstoel. Ah, dat kan niet. Doe paddenstoel. Zo, paddenstoel zonder de N. Dan past het. Paddenstoel. Goed, dan gaan we door naar seizoen 2. En daarvoor, dames en heren, hebben wij natuurlijk het schedel van Fred. Die kunnen we mooi hier gaan plaatsen. Maken we dat ook onzichtbaar. Kijk, dan hebben we gewoon Fred zijn hoofdje, dames en heren. Daar is geen flashback voor nodig. Jullie weten natuurlijk allemaal wel wie Fred is. En we hebben hem nu mooi in het museum hier staan. Hij was natuurlijk in seizoen 2 was hij altijd aanwezig. Dan kunnen we gewoon Fred hoppakee erbij zetten. Hebben we paddenstoel van seizoen 1. We hebben Fred van seizoen 2. En dan gaan we door naar seizoen 3. En in seizoen 3 hebben wij natuurlijk Knalnut zijn verrekijker. Kapitein Knalnut had daar natuurlijk altijd de verrekijker uit. Kapitein Snavel uit al zijn piraten shenanigans zat hij daar natuurlijk. Dus ik vond de verrekijker wel een mooi item om hier te kunnen tentoonstellen. Gaan we ook even er mooi bij zetten. Verrekijker kan niet. Oh, dat kan wel. Verrekijker. Hoppakee, pas precies. Hebben we verrekijker, hebben we Fred en dan hebben we de paddenstoel. Maar daar komen we natuurlijk nu in seizoen 4 uit en daar had ik het dus over. Ik wil de bom tentoonstellen. We hebben natuurlijk het bommenspel gehad. Die is geëxplodeerd in Harlow's handen, dus de bom is ontploft. Maar ik weet toevallig dat onze grote vriend Joris een replica heeft van die bom. Die heeft hem gemaakt en die bewaart hem volgens mij. Eigenlijk wil ik die vragen of hij hem hier voor mij tentoon wil stellen. Dus laten we even die kant op gaan van Joris. Smeken, omkopen, weet ik wat ik moet doen. We gaan die bom in mijn bezit krijgen. Hallo? Joris? Boris? Floris, waar ben je? Doris? Zit je bij je grote Joris hier? Hallo? Oh, hij is bij zijn nieuwe gebouw hier. Hey, Boris. Hey. Hey, jongen. Oh, wat ben je aan het bouwen hier? Gebouwtje. Een gebouwtje? Wat wordt het nieuw, gebouwtje? Een nieuw fabriekje. Oh, het ziet er wel al cool uit. Je gebruikt dirt in je gebouw. Ja, mooi hè? Ja, dat is oprecht best wel cool, ja, dat je dirt in je gebouw gebruikt. Dat is wel een flex. Toch niet af. Hé, hey, wat heb je je auto al gezien? Ja, ik heb ja, ik heb je auto bezorgd. Ik heb zelf een paar kleine modificaties gedaan. Wat heb je aangepast? Ik heb nu meer stoelen in de binnenkant. Dan kan jij meerijden. Je kan meerijden nu. Ah, dat is oprecht heel cool. Oké, dus je kan de binnenkant zitten. Je hebt ladders hier om erop te klimmen. Ja. Het dak is een beetje anders, zo te zien. Ja, precies. Hier kan je ook in. anders kom je er niet meer uit. De schietstoel is dit. Ja, als je in de chauffeurstoel zit, dan kom je er anders niet meer uit. Dus de schietstoel, dat je dan zo... Ja. En dan kan je wegvliegen. Ja, slim, slim. Je moet natuurlijk altijd kunnen ontsnappen. Voor de rest is hij nog helemaal origineel. Ja, kijk, wat een goed modelletje. Wat vond je van je kenteken? Joris de Boris. Ja. Oh, jammer van de reclame. Ja, je kan hem eraf halen, maar dat kost je wel diamonds. Dan moet ik hem even langs rijden bij de garage, dan zal ik het eraf halen. Oh, ja, ja. Hey, ik had een vraagje aan jou. Ja. Ik kom even gezellig met me mee. Nee, je deed precies hetzelfde als ik. Kijk, het was natuurlijk irritant dat je nooit hier naar boven kon. Normaal. Dus we hebben nu een prachtige trap hier naar boven toe. Ja, en dan kom je door het museum van Content Veen. Hartstikke leuk. Ik heb al een paar items. Ik heb hier de seizoen 1 paddenstoel. Ik weet niet of je dat iets zegt. Jij hebt natuurlijk nooit in Content Veen seizoen 1 gezeten.
Nee. Maar alles van Content Veen is begonnen ooit op een paddenstoel. Dus bij deze, de seizoen 1 paddenstoel. Ja, 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 ja. Dan hebben we hier Fred. Fred die kon natuurlijk niet ontbreken. Legendarisch persoon. Daar hebben we als hoofd hebben we hier neergezet. Dan hier hebben we de verrekijker van Kapitein Knalnut. Die hebben we neergezet. Aha, en ja, hier ja, hebben we seizoen 4. En ik denk, wat is nou een leuk item om van seizoen 4 nou echt goed tentoon te kunnen stellen? En ik dacht, die stomme stinkbom. En jij hebt de replica daarvan. Ja, die heb ik. Maar wil jij die? Wat heb jij ervoor over om die te kunnen tentoonstellen hier in het museum? Kunnen we niet ruilen? Tegen, ruilen? Wat wil je ervoor? Diamonds of... Of? Of nog een extra autootje. Een auto? Oké, wacht. Kom even met me mee. We hebben hier nog de route naar de autowinkel. Die is... Oeh, ik vind het prima om een auto te ruilen. Ik vind het prima om jou één auto te geven. En dan in plaats van diamonds krijg ik de bom. Ja. Dat vind ik een goeie. Kies maar welke wil. We hebben de politieauto hier. We hebben hier het race monster. We hebben hier de motor. De mini jeep die is al verkocht. We hebben de golf caddy. En we hebben de familiewagen. Ik was vorige keer aan het twijfelen tussen de jeep en de familiewagen. Dus dan zou ik graag de bom willen inruilen tegen de familiewagen. Tegenover de... Dus als ik deze naar je toe breng, dan als dat daar is, dan praten we en dan krijg ik de bom voor jou, oké? Ja. Dat vind ik een hele goeie. Nou, dan ga ik alles inpakken gelijk. Ik ga dit gelijk doen, want ik wil die bom in het museum hebben. Hij is niet gevaarlijk, toch? Hij is helemaal uitgeschakeld. Nee. Hij is helemaal ontmanteld. De explosieve dienst is langs geweest. Ja, dit is gewoon echt een replica. Dit is gewoon een replica. Er zit niet eens explosief in. Nee. Oké, ik ga deze auto helemaal voor je regelen. Ik zal hem gewoon letterlijk als precies kopie daar neerzetten. Dan mag je hem zelf weer aanpassen naar wat je wilt. Nou, ik vind het wel goed, joh. Ja? Ja, ja. Nee, als je iets wil aanpassen, mag dat gewoon natuurlijk. Verzin het kenteken maar weer. Ja, er zal wel weer reclame onderkomen. Oh ja. Wandertauto.nl. Oké. Nou goed, ga jij maar vast terug naar je baas. Ik ga deze helemaal uitpakken of inpakken en uitpakken bij jou. En dan daarin. Kom je dan zo gelijk voor jou krijg ik de bom. Ja, vind ik een goeie. Oké, tot zo. Tot zo. Oei, weet je de route terug? Ja, door het museum. Ja. Altijd door het museum lopen, dan kom je naar buiten weer. Ik kan toch ook zo? Door de... Ja. Maar ik heb een hele route gebouwd en dan ga je vliegen. Ja, nee. Ik ga lopen. Een hele route overslaan die ik net gebouwd heb, joh. Jeetje. Nee, ik ga zo. Doei. Doei. Goed, jongens. Dan moeten wij deze auto, de familiewagen voor 5 diamonds, die is dan ook verkocht. Dat vind ik wel een hele goeie. Dan geef hem gewoon deze auto hier. Dan moet ik wel echt 3 nieuwe auto's gaan regelen in mijn autowinkel. Anders is het best wel behoorlijk kaal. Ik heb geen items meer in mijn inventory. Dus alles wat we hier hakken kunnen wij gebruiken om daar daadwerkelijk ook weer te plaatsen. Laten we deze auto heel even verplaatsen naar Joris zijn basis. Zo, hij is helemaal ingepakt in mijn inventory. Gewoon uit elkaar gehaald. Laten we nu deze kant op gaan hier. We doen dit allemaal voor die bom, hè jongens. Ik wil die bom hier gewoon tentoon kunnen stellen. Jullie kunnen overigens ook in de reacties leuke dingen achterlaten die ik nog meer allemaal hier tentoon kan stellen. Er zijn vast nog wel meer dingen die hier kunnen. Vooral van dit seizoen. Dit zijn de enige 3 dingen van de vorige seizoenen die ik daar geplaatst heb. Voor de rest moet het allemaal van dit seizoen zijn. Oeh, seizoen 2,5 kan trouwens ook nog wel. Hey, waar wil je hem hebben? Snel. Ja, waar wil je hem hebben? Want hier hebben we natuurlijk je Hummer. Er moet wel op een mooie plekje moeten staan. Misschien aan de overkant ergens? In je winkelstraat. Ik zal hem daar plaatsen, joh. Ik zag wel dat je deze gewoon midden op de weg hebt gezet. Ja, klopt. Hummer. Het zijn gewoon... Okay. Dat zulke mensen rijden erin. Dat is gewoon... Moet ik deze aan een van de kanten plaatsen? Wil je dat liever? Nou, het maakt niet heel veel uit. Je kan hem ook... doe maar hier ergens of zo. Hier, ik zal hem gewoon hier een plaatsen. Aan deze kant. Deze kant en hij kijkt daarheen. Hij rijdt daarheen, oké? Okay? Ja. Prima. En nou opzouten. Dit is privéwerk wat ik hier doe. Je mag niet mijn recept stelen van mijn auto. Ga je nou gewoon erachter schuilen? Ga weg! Oh, hij liefde ook echt. Nou, laten wij die auto even bouwen. Goed, Joris, daar zal je hem hebben. Wat vind je ervan? Ik ben er hartstikke blij mee. Ja, dat is leuk. Ik heb een paar kleine aanpassingen toch gedaan. Ik heb hem wat spiegels gegeven, zodat je ook in je binnenspiegels kan kijken. Dat is wel veilig. Hij heeft achterlichten en hij heeft hier een nummerbord. Die moeten we nog overigens gaan vullen. Dat komt helemaal goed. Mm-hmm. En ik heb hier nu aan de voorkant heb ik andere lampen toegevoegd en 2 buttons hier erbovenop voor detail. Hey, dat is even leuk, hè? Ja, dat is Dat is even leuk. Ik ga het nummerbord gelijk doen. Is het belangrijkste stukje van allemaal natuurlijk. Dat is even de reclame. Onderop. mensen moeten die auto zien en denken, oh, hoe kom je aan die auto, Joris? En dan zien ze wandertauto.nl en dan denk ze, oh, oké, weet je, hoe ze gelijk waar ze vragen. Weten ze gelijk waar ze naartoe moeten. Hey, wat wil je op het nummerbord hebben? Of maakt het niet uit? Dat maakt me niks uit, dan mag jij weer kiezen. Oké, daar komt-ie. Dan gaan we zo, hoppakee, Wouter 23 doen we.
Hoppakee. Wouter 23, hij klopt toch? Hij is hetzelfde nummerbord aan de ene kant en aan de andere kant. Hé, hey, dan heb je weer een nieuwe auto. Gefeliciteerd. Dankjewel. En de kosten is één hele bom. Kijk, de replica, daar zal je hem hebben. Oh, die gaat echt perfect in het museum zijn, bom. Dankjewel, jongens. Veel plezier met je auto. Ik vond het een goede deal. Ja, eens gelijk. Dat is een goede deal, hè? Hé, hey, ik kom binnenkort wel eens een keer naar de kapper weer. Ik heb wel een idee voor een nieuw kapsel. Oké. Okay. Ja? Ja, nee, dat is goed. Oké, okay, prima. We hebben nog wat magazines als je inspiratie wil opdoen. En er binnen nog wat foldertjes liggen. Misschien dat je daarin kan bladeren. Hier, dit kapsel, is dat niet wat voor jou? Ja, ik ben niet zo van het lange blonde lokken. Daar ben ik niet zo extreem van. Okay. Nou, dan denk ik er nog maar even over persoonlijk hoor. Ja, ik zal er even over nadenken. Is helemaal goed. Ja. Oké, nou. Doei. Doei. Joejoe. Goed, jongens. Joris heeft een auto gekregen. Ik heb de bom gekregen. We kunnen de bom nu op de locatie plaatsen waar ik die natuurlijk wil hebben. En dat is hier de trap omhoog naar mijn museum. Oh, hoppakee. Daar gaan we. Oh, een itemframe. Ik kom een itemframe tekort. Wacht. Even naar mijn prachtige kistenruimte. Een leertje. Even naar de andere kant. Even wat stokjes maken. En dan kunnen we daarvan een itemframe maken. Ja, hey. Dit is helemaal top. Dan hebben we zo seizoen 1 paddenstoel, seizoen 2 Fred, seizoen 3 verrekijker en dan hebben we hier seizoen 4. Maken we hem eerst onzichtbaar en dat is dan natuurlijk de bom. Hoppakee, de bom jongens. Kijk nou eens eventjes naar dit prachtwerk hier. Dit is toch helemaal leuk zo'n museum. Goed, dan heb ik een aantal taken voor de volgende aflevering. En dat is 1. We moeten meer items verzinnen per museum. Ik denk dat ik dan per aflevering 1 item in het museum... Nee, dat is ook niet waar, want dan ga je het museum verwaarlozen. Dan moeten we wel echt alleen items in als het waard is. Dus laat vooral even in de reacties weten, wat kan ik nog meer in dit museum doen? Het moet van dit seizoen zijn, dat kan betekenen misschien Oger Max, misschien iets van meneer KB, misschien iets van Justin, iets van Rick, iets van Joris, iets van Char, iets van René, iets van Harlow, iets van Sezombo, iets van Floor. Verzin het, jullie hebben vast wel hele leuke ideeën. En wat ik wel waarschijnlijk in de volgende aflevering heel graag wil gaan doen, is nieuwe auto's toevoegen. Want we zijn nu ook nog onze derde kwijt hier. Er zijn er 3 verkocht. 2 voor Diamonds verkocht en deze voor de bom. Dus nieuwe auto's moeten we gaan plaatsen. Jullie hebben allemaal leuke dingen in de vorige video achtergelaten in de reacties. Wat voor auto's ik kan achterlaten. Dus ik heb al een paar ideeën. Dat gaan we zeker dan ook even doen. Maar voor nu jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. We hebben een leuk museum. We gaan in de volgende video gaan we weer andere leuke dingen doen. Naast auto's maken heb ik ook vast een volgend idee voor een mooi bouwwerk weer. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Heb je hem nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Goeie aanrader. Klik erop. Kijk ernaar. En dan nu spreek je later. Laat je maar. Dan ben je niet. Dat is wel een duur.